Kitsana Foundation Suriname Nederland, die heeft er na 2,5 jaar wederom hun welbekende braderie kunnen organiseren voor de Bindamol. Het is allemaal een fondsvormend karakter, want met de gelden die opgehaald worden, zullen op basis van hoeveel geld er is opgehaald, verschillende projecten worden uitgevoerd. We spraken met de grote motor van dit project en dat is dan Chitra Bahora van de Chitsana Foundation Nederland en Suriname. En zij vertelt veel meer over haar projecten hier in Suriname. U organiseert uw braderie weer na 2,5 jaar. Waarom zo lang? Ja, lieve meneer Ganesh, we zaten met de COVID-situatie en toen kon ik ook niet naar Suriname komen. Het moment dat onze excellentie zei de grenzen gaan open en we mogen vliegen, ben ik meteen naar Suriname gekomen. Wat heeft u dan gedaan in de 2,5 jaar toen je niet kon afreizen? Het was heel moeilijk. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Ik heb natuurlijk hier mijn moeder en mijn broertje wonen. En dan merk je dat je best wel machteloos voelt als iemand ziek wordt. Hè? Je kan er niet naartoe. Maar op basis van het zakelijke, ja, ik heb natuurlijk daar in Nederland wel gewoon gewerkt. Ik heb al mijn projecten alvast voorbereid. Dat als ik naar Suriname kom, dan is het een kwestie van aanpakken, aanpakken, aanpakken. Welke effecten heeft COVID-19 gehad op uw organisatie? Nou, ik kan u vertellen, je merkt dat door de COVID-situatie de economie behoorlijk is aangetast. Hoe de mensen vroeger gingen doneren, dat is al stukken minder geworden. Vooral in Nederland merk ik dat heel erg. En dat maakt dat het voor mij ook moeilijker en steeds moeilijker wordt om de projecten in Suriname te voltooien. Ja. En uiteindelijk is het dus na 2,5 jaar toch gelukt om met toch wel behoorlijk veel af te reizen naar Suriname. Om hoeveel containers gaat het hier? Nou, wij hebben dit jaar zelf containers verstuurd. Wat Chitsana normaliter doet, is dat we deelcontainer inhuren. En dan doe je dan sam-sam met een andere partij. We hebben dit jaar 2 containers kunnen doen. De derde kon niet meer. Waarom? Er is een wereldwijd tekort aan containers. En daardoor heb ik een stagnatie opgelopen voor de Sri Hanuman School. Die wilden wij opknappen met meubilair. Dat is ons niet gelukt. Dus dan hebben we het bij 2 containers gehouden. Voornamelijk met hulpgoederen zoals rollators, rolstoelen, incontinentiemateriaal. En heeft u korting gehad of heeft u toch volle pond moeten betalen? Nou, ik kan u vertellen, meneer Ganesh, het is, wij betalen gewoon invoerrechten en inklaarkosten, transportkosten, afwerkingskosten en ga zo maar door. Het is niet dat wij dit soort dingen niet hoeven te betalen. En dat is ook een beroep wat ik graag zou willen doen op de overheid. Van help ons hierin om deze sociale hulpgoederen makkelijker het land in te krijgen. Zodat wij ook sneller kunnen handelen. Want het wordt alleen maar moeilijker en de kosten gaan omhoog. Dat is voor ons op een gegeven moment, wil je het wel heel graag. We doen dit werk, ik doe het met hart en ziel. Chitsana is letterlijk mijn kindje. Maar ik merk dat ik het moeilijker vind omdat ik de financiën niet bij elkaar kan krijgen. Ik heb begrepen, en u riep dat net ook op, dat dit allemaal een fondsvormend karakter heeft. Ja. Wat wilt u doen? Nou, het zit zo, meneer Ganesh. Wij hebben kindertehuizen die we helpen met schoenen, kleren, schoolbenodigdheden. Maar zo'n kindertehuis heeft ook behoefte aan een keer een onderhoud van het gebouw. Koelkasten aanschaffen, een wasmachine wat kapot gaat, een bed wat kapot gaat, een matras wat niet goed is. En voornamelijk wat ik nu zie is dat particulieren het heel moeilijk hebben. En zij willen dan graag levensmiddelen. Maar ja, dat soort dingen kan ik niet vanuit Nederland halen. In ieder geval niet dat elektrische. We zitten natuurlijk ook met de stroomvoltage 22-18. Dat is niet handig. Maar wat ik wel kan doen is inkomsten genereren dat ik die spullen hier kan aanschaffen. En dat is de reden dat we 1 keer per jaar een grote Chitsana braderie organiseren. Een bunkopeserie. Dat is dan meestal een weekend hier bij de Bindamol. En met die opbrengsten gaan we dan een kindertehuis helpen. Of we gaan een pand opknappen van een seniorenwoning. Of we gaan mensen helpen boodschappen halen. Ja, dus het is nog vooralsnog een beetje onduidelijk wat hij precies gaat doen met de inkomsten die gegenereerd zullen worden. Nee, het is niet onduidelijk. Het wordt gebruikt voor 1 van onze sociale projecten. En het kan zijn dat ik nu een koelkast koop voor een kindertehuis. Maar ik heb nog genoeg mensen die ook behoefte hebben aan levensmiddelen. Dus als ik genoeg heb opgehaald, dan kan ik al die projecten gaan afronden.
Dus het heeft altijd een bestemming. De vraag is alleen, hoeveel halen we op om al die projecten uit te voeren? En daarom hou ik het zo breed mogelijk. Want als je zegt, ik doe het alleen voor een kinderthuis, dan ga je een bejaardentehuis helpen. Dan gaan mensen denken van, nou lekker dan, dat heb je dan niet goed uitgelegd. En hoeveel hoopt u dan op te halen? Ik moet u eerlijk zeggen, ik zit totaal niet in de SRD. Dat wordt door mijn team in Suriname georganiseerd. Het enige wat ik doe, is ik coördineer het. Ik kijk of alles goed verloopt. Daarom ben ik ook de teamcaptain. En ik hoop alleen zoveel mogelijk. Ik kan totaal geen schatting geven. Ja. Hoe komt trouwens uw organisatie, uw foundation, aan de goederen? In Nederland krijgen wij heel veel goederen. Het verschilt van een particulier tot aan het bedrijfsleven. Zij weten wat wij doen en het enige wat zij willen is dat het goed besteed wordt. Wij geven ook aan, als zij spullen komen brengen, wilt u dat het gedoneerd wordt voor een tehuis of waar dan ook. Of wij vragen ook spullen voor de Boonkop-serie en dan geven ze zelf aan, dat mag je voor de Boonkop-serie gebruiken. Dat wil ik dat je doneert en zo gaan we onze spullen ook sorteren. Ja. En wat vindt u van de opkomst tot nu toe? Buiten verwachting of had je het drukker verwacht? Nou, weet u, het is een beetje lastig voor mij inschatten. U ziet dat alles is COVID-vrij en alles gaat volgens de protocol. Ik heb alleen nu even mijn masker afgehaald. Men mag maximaal met 5 man in de ruimte bevinden. En omdat het de hele, we zijn om 10 uur begonnen, gaat het in en uit, in en uit, in en uit. En ik heb helaas geen klikker bij me dat ik kan tellen. Maar als ik zie hoe de mensen binnenkomen en gaan, denk ik dat het tot nu toe redelijk is. Ja. Maar u hoopt dat het morgen, zondag, toch drukker mag worden? Ja, nou, ik hoop dat er heel veel opbrengsten. Weet u wat het is, meneer Ganesh? Het gaat er niet om hoeveel mensen komen, het gaat om hoeveel ze kopen. Kijk, 1 man kan alles opkopen, daar ben ik ook tevreden. Ja. En zoals u het allemaal zei, er gaat heel veel voorbereiding hieraan vooraf. Ja. En nu in COVID-19, ja. Heeft u dit allemaal heeft u toestemming hiervoor moeten vragen? Zeker. Dus altijd, wat je ook organiseert in het openbaar, daar hoor je toestemming voor te vragen bij de DC. En je moet natuurlijk aan een x-aantal punten voldoen. Het moet COVID-vrij zijn, dat, laten we dat voorop stellen. En ja, dan worden de papieren ingediend. En dan, als het allemaal goed gaat, dan krijg je je vergunning toegewezen. En dan pas gaan wij organiseren. We doen alles volgens het boekje. Ja, maar is het makkelijker gegaan om toestemming te krijgen? Nee, ik heb het idee dat het lastiger was. Maar omdat men weet wat voor charitable karakter wij hier hebben, denk ik dat ze dan toch wel hun medewerking verlenen. Want dit is geen Young Dringy Presiri iets. Dit is echt dat wij onze behoeftigen willen helpen. Ja. En ik zie dat u toch wel van het jaar met heel veel speelgoed hier bent. Ja, het is bijna kerst, bijna Sinterklaas. En weet u, het is voor mij lastig. Ik ben iemand die altijd naar de tehuizen gaat. Nu kan ik ook gaan, maar niet met mijn hele team. Maar ik wil mijn kindjes wel blij maken. Voor Sinterklaas, kinderdag noemen jullie het hier. En voor de kerst. Het is zo moeilijk, meneer Ganesh. Het is toch leuk om die kinderen in deze moeilijke tijd een beetje happiness te geven. Ja. Uw oproep aan de gemeenschap van Suriname om uw project te ondersteunen? Ja, ik zou zeggen, volg ons vooral op social media. Tegenwoordig is alles digitaal, hè. Facebook, Instagram. Abonneer je alsjeblieft op ons YouTube-kanaal. En dan kan je alles volgen. Onze website www.chitsana.com. Daar kunt u ook alle informatie vinden. Blijf Chitsana Foundation steunen. Het is charity from the bottom of our heart. En je hart voor Suriname klopt heel hard. Dus ook voor onze hulpbehoevenden. En wil ik hier een oproep doen voor morgen, zondag? Jazeker, morgen zijn we er ook van 10 tot 6. Komen jullie alsjeblieft met, eigenlijk mag ik niet zeggen met heel veel man, komen jullie met heel veel centjes. Want we moeten heel veel geld ophalen voor onze lieve kinderen en ouderen van Suriname. De locatie? De locatie is de Bindamol aan de Fransjepanenstraat 107 voor de winkel van iTrends. Dank u wel, heel veel succes. Dank u wel, meneer Ganesh. Dank je wel, Trishul Televisie, Radio Trishul. Jullie zijn kanjers, bedankt voor het langskomen.